Wat dit project zo mooi maakt, dat is dat we hier in het midden van Assen gewoon een zware civiele techniek aan het uitvoeren zijn. Tijdens mijn studie civiele techniek ben ik bij BAM gestationeerd als stagiair door mijn docent. In een half jaar tijd, zolang onze stage duurt, heb ik daar enorm veel ervaring op gedaan. En heb ik dus ook heel veel technieken en dan ook mensen mee mogen maken. En dat, dat was voor mij genoeg om te zeggen dat dat me heel erg boeide. En op dat moment was ik eigenlijk al verkocht. Wat wij op dit project doen en wat bijzonder is, is dat we hier de diepwandtechniek toepassen. Diepwanden zijn gegraven wanden in de grond. In de grond maken wij dan vervolgens panelen. Die panelen worden gevormd door een wapenskorf en een betonlichaam. Wat diepwanden anders maakt dan bijvoorbeeld traditionele manieren zoals een combiwand of een damwand, is dat diepwanden volledig trillingvrij worden aangebracht. We staan hier ook langs een spoor waar trillingen absoluut verboden zijn. Dus dat betekent dat dit een uitermate goede, geschikte techniek is. Ja, wat echt leuk is, is als jij goed gemotiveerd bent en echt wat wil doen, dat er altijd genoeg ruimte is om van alles op te mogen pakken. En dan laten ze dat ook gebeuren. Dan kan je van alles doen, ook buiten je scope. En dat is leuk om mee te maken en enorm leerzaam. En je hoort heel vaak mijn collega's over dat de grote projecten leuk zijn, daar ben ik het ook helemaal met ze eens. Maar ook dat kleine projecten waar je dus snel gesteld moet staan en meteen goed moet presteren, dat is voor mij ook heel uitdagend. De afwisseling daarvan, dat maakt voor mij het leukste aan dit vak.